Het is sinds haar abdicatie als juice koningin rustig rond Yvonne Koldewijer, tot deze week. Ze zorgde voor Nationaal Shownieuws door te onthullen dat haar vriend in het ziekenhuis ligt, omdat hij door een ontsteking verlamd is. Tijdens haar videoboodschap schoot ze ook even vol, dus het is een buitengewoon emotionele periode voor haar gezin. Yvonne krijgt naast veel steunbetuigingen ook veel bagger over zich uitgestort. Als ze gehoopt had op heel veel medeleven, dan blijken er toch hier en daar nog wat rekeningetjes open te staan richting Yvonne, zegt Evert Santegoets in zijn podcast Strict Privé. De hoofdredacteur van Privé vervolgt: De commentaren eronder waren vernietigend. Dat snap ik niet, want als zoiets gebeurt in een mensenleven, bij wie dan ook, dan heb je medelijden en dan wens je sterkte. Wat zeggen de mensen dan zoal? Evert weet het, heel veel mensen gebruiken dan het verschrikkelijke woord karma. Daar heeft het natuurlijk allemaal niks mee te maken als een gezonde kerel met een baby in de wieg ineens tintelingen in zijn benen voelt en even later half verlamd is. Co-host Jordi Versteegde: De mensen die zeggen dat het karma is, moeten ook een bezoekje aan de dokter brengen, zou ik zeggen. Evert, ja, of zelf ondervinden wat karma is. Het is toch te banaal voor woorden? Dennis Schouten, de presentator van Roddelpraat, vindt het merkwaardig dat Yvonne het nieuws over haar vriend op straat gooit. Sinds Yvonne is gestopt met Juice deelt ze vooral huistuin- en keukenstories, bijvoorbeeld over dat ze haar tuintegels heeft schoon laten maken of dat ze aan het lunchen is op het strand. Doodzaai, vindt Dennis het. Hij schrijft op Instagram, van koningin van de showbiz naar typische influencer. Mevrouw is precies geworden waar ze altijd zo'n hekel aan had. Niet ten nadele van haar vriend, vreselijk. Maar waarom dit zo delen? Het enige wat het brengt is aandacht in plaats van rust in een herstelproces. Er is ook steun voor Yvonne, bijvoorbeeld van Telegraaf-columniste Jill Waas. Hatend Nederland vindt dat de voormalige jews in alle pijn en leed van haar grote liefde dubbel en dwars heeft verdiend. Waarom? Gewoon omdat ze het waagde te Jewsen over BNR's, schrijft ze verbijsterd. Zwaar overtrokken, vindt zij het. Yvonne duwde André Hazes echt niet zelf met zijn neus in de kook. Ze lokte ook Welen niet uit om, doktertje te spelen, met andere vrouwen, zodat zij iets had om over te roddelen. Nee, Yvonne exposeerde wat haar spionnenleger haar aandroeg, en wij smulden daar massaal van. Haat is hier niet op zijn plek, al dus Jill. Deze vrouw probeerde op het moment dat haar rots in de branding wegviel, thuis in haar eentje voor haar negen maanden oude baby te zorgen. Met alle zorgen van dien, want denk eens aan alle stress die je overvalt bij de gedachte dat je kleine zoon misschien wel nooit meer met zijn vader kan voetballen. Yvonne is haar dankbaar, dit is echt een bizar goede column van Jill Waas. Het raakt me en ik moet er ook keihard om lachen.